Nou, Maria, je mag opstarten. Oké, welkom Edward, ook in Zwolle. We hebben hier ook een genezingsseminar. Maar bij jou in Oud-Wit-Zutphen gebeuren ook enorme, mooie, grote dingen. Ik zou wel kunnen zeggen, een kleine plaats waar echt al een revival op dit ogenblik aan het wezen is. Er gebeuren heel veel wonderen bij Edward in Oud-Wit-Zutphen. En Edward, wat was de afgelopen keer gebeurd met Peter? Vertel het eens. Ja, inderdaad, er gebeurt veel Oud-Wit-Zutphen. Peter had ik nog nooit eerder gezien, maar ook gaat goed gerucht over Oud-Wit-Zutphen. Dus deze man was meegenomen door een bezoeker die al een jaar komt. Ja. En op een gegeven moment kregen we op ons hart om voor hem te bidden. En u bad voor hem, want u was er ook. En toen gebeurde gewoon een wonder eigenlijk, want we kenden hem niet, dus wij wisten nog niet echt dat het een wonder was. Ja. Maar hij begon te lopen, hij begon blij te doen. Hij heeft Jezus aangenomen op die avond, natuurlijk het grootste wonder als je Jezus aanneemt. Ja. En 4 dagen later krijg ik dus een telefoontje van de dame die ik goed ken, die hem dus mee had genomen. En die zegt: Edward, Peter is dus echt genezen, niet alleen maar van COPD. Maar ook van zijn angst, paniekaanvallen, want die had hij minstens 4 keer op een dag. Juist. En hij woont in een oudere man, woont in een verzorgingshuis. En zelfs de verzorgers staan helemaal versteld van de verandering. Dat hij geen paniekaanvallen heeft, dat hij vrolijk is. Ja, dat was heel depressief. Ja, ja. Dus deze vrouw, ik heb hem meteen doorgeappt naar u. Ja. Want deze vrouw zei ook: deel dit. Ja. Want dit is echt Gods wonder. Ja, wat is er gebeurd? Halleluja, halleluja. Ja, prijs de Heer ervoor dat God door jou heen enorm veel dingen doet. En ik geloof er ook echt in een move van God zijn geest voor iedereen hier in Nederland. Dus ik roep op elke man, elke vrouw van God die een bediening heeft. Ga niet meer zwak zijn, maar word sterk en moedig in de Heer Jezus. En pak je bediening op in Jezus' naam. Amen.